is een maandag en dan weet je het, op Gamersnet krijg je dan Indie Spotlight met altijd, nou ja, allereerst in de spotlight Soraya, onze indie dame. En zij neemt dan een indie mee naar de studio, die we dan lekker gaan reviewen. En dan weet je of die indie de spotlight verdiende of niet. Soraya, wat heb je deze week meegenomen? Tom, winter is coming! Yay! De Game of Thrones game, nee? Nee, nou een beetje. Oh wow. Lichtelijk hinten daarna meer als in hoe donker en koud het is. Oké. Want ik heb Frostpunk meegenomen. Iets met vrieskou en iets met punkers? Punkmuziek? Ja, nou niet punkmuziek, maar inderdaad wel een beetje gewoon ijskou, ja, steampunk-ish. City Builder. Ja, want ik zie die beelden dan ook zo meteen en dan heb ik zoiets van, oké, dat ziet er wel uitgesproken uit. Ze zijn een beetje echt voor de inderdaad steampunk-achtige vibe gegaan, maar dan gewoon altijd gewoon supercool. Oké, maar dus je gaat cities beelden daarin, in een soort van, neem aan, een post-apocalyptische winteromgeving of iets dergelijks? Ja, het is inderdaad, ineens is de wereld omvangen door kou en sneeuw. Er zijn een paar mensen die hebben het overleefd en die zijn dus op uitgestuurd om naar een grote warmtebron te gaan. Oh, okay. Om daar te zien te overleven. Oké, en jij bestuurt zeg maar hoe zij daar een civilisatie opbouwen? Je speelt eigenlijk God. Je speelt God, oké. Het is weer een keer een God game. Dat is ook wel even geleden, heb ik het idee. Eens. Is het heel erg RTS-achtig in dat er heel veel micromanaging bij komt? Of is het meer iets gewoon van vrijuit, ga maar lekker bouwen? Nou, het is inderdaad wel, je moet wel heel erg gericht. Het gaat vooral om dat je strategisch omgaat met wat je hebt. Want je begint inderdaad met die warmtebron in het midden. En alleen daar omheen kan je bouwen. Oh. En dan moet je natuurlijk die warmtebron gaan ontwikkelen, zodat hij ook de tweede ring aan. Oh, dus het is een radiale beelder. Yes. Bouw je altijd in zeg maar cirkels? Je kan natuurlijk wel een gebouwtje iets verder zetten, maar daar heb je natuurlijk geen ene kut aan. Want dat staat dan weer te ver en dan kunnen mensen daar niet werken, want nee, dan wordt ze kou en ziek en dood. Okay, en dood, vooral dat laatste. Ja, maar heel erg het laatste ja? ook. Dat is juist, weet je, het lijkt heel erg op een donkere SimCity of dat City Skyline, maar het grootste wat hiermee te maken heeft, je gaat dus bouwen, maar je moet de hele tijd in je hoofd houden, oké, is het niet te koud voor mensen? Zijn ze nog blij? Okay. Is de hoop er nog? Is hoop een soort van currency die je moet verdienen? Ja, absoluut. Het gaat heel erg om hoop en of ze blij zijn. Als ze echt super boos zijn, dan gooi je ze gewoon het dorp uit. Is spel over. Ja, oké. Oh, oké. Dan gooi je God het dorp uit. Ja, je bent echt de leider daar, maar je bent... Ja, lekker seculair. Je ziet jezelf niet echt in het dorp. Nee, je ziet alles van bovenaf. Dus dat is dan wel, daar zit je de hele tijd mee bezig. Dus, ze kunnen je eruit gooien. Ja. Er is hoop. Waar hopen ze dan op? Wat is de endgame? Wanneer speel je het uit? En zijn die mensen daadwerkelijk dat hun hoop goed gevestigd is, zeg maar? Nou, het gaat vooral om dat je het overleeft en dat je ook nog, weet je, er komen heel veel dingetjes van buitenaf nog meekijken. Mm-hmm. Want je hebt natuurlijk eerst je eigen stadje, dat moet je goed houden. Maar ja, die mensen krijgen op een gegeven moment koud, want dan wordt het ineens een stuk kouder buiten. Weet je, dan moet je toch weer die heater meer gaan ontwikkelen, maar dan heb je ook weer resources nodig. Maar daar kan je misschien ook nog voor kiezen, want je hebt ook nog het boek der wetten. Okay. En die kan je wetten doorvoeren. Maar ja, die zijn nou niet altijd leuk voor het volk. Het kan zijn dat je zegt, we eten alleen maar soep, want dan gaan we langer met het eten. Oh ja, maar dan krijg je natuurlijk weer dat mensen zeggen, ik vind soep niet lekker, dus ik ben boos en zo werk je. Dus het zijn allemaal van die afwegingen natuurlijk die je Absoluut, moet doen. Van hoeveel wil je bouwen, ga je dan niet overbelasten en dergelijke, kan iedereen het nog wel handelen. Klinkt tof. Hoe lang blijft dat leuk? Is het procedurally generated? Kun je altijd maar weer nieuwe steden blijven bouwen op andere plekken? Of is het zeg maar een soort van één keer dat je doorloopt en denkt het is goed geweest? Absoluut niet. Nee hoor, het is bij mij eigenlijk was het de eerste keer bij de vierde dag al eruit gegooid. Oké, snel. Want het is echt heel pittig. Okay. Dus dan weet je, dan denk je, ga je het nog een keer doen? En zelfs zo erg dat ik nu zelf nog denk, oké, wat had ik anders kunnen doen de vorige keer, zodat het langer doorging? Oh ja. Het is wel elke keer hetzelfde dorpje, weet je, dat krijg je wel. Zeker begin dat je denkt, oké, ik weet hoe dit moet, klik. En dan kom je bij het punt aan waar je vorige keer dus weg bent gestuurd eigenlijk. Omdat iedereen dood is gegaan. Ik denk, dit moet ik iets anders doen. Dus dat ga je daar iets anders aanpakken. Wat je nou ook nog hebt, weet je, is nog zo'n add-on erbij. Is troepen die stuur je erop uit om andere dingen weer te... Weet je, exploren ga je eigenlijk. Want je bent natuurlijk de helft van je mensen ook verloren toen je hier naartoe ging. Dat, En er zijn ook nog andere groepen die toch nog wel leven. Weet je, en of dan stel je hun resources of je neemt ze ook mee naar je dorp. Het is een beetje civilization-achtig. Van, gooi even een lijntje uit. Ja, oké. Dat is, oké. Maar is er een endgame? Is er iets wanneer het spel zegt van het is klaar nu? Of gaat het eigenlijk maar gewoon oneindig lang door? Het gaat gewoon door. Je moet gewoon overleven. Dus dat is wel een beetje SimCity, City Skyline-achtig. Van er is niet echt iets van nu ben je klaar.
Gefeliciteerd. Nee, nee, maar het is wel, weet je, met een SimCity of zo'n Skyline denk ik wel altijd, ja, weet je. Het gaat allemaal te makkelijk bijna. Het gaat echt meer om het indelen. En dit is dat absoluut niet. Weet je, dit is de Dark Souls van de City Builders. Oh nee, hij zei het. Ja. Is het zo? Is het dat echt, ja? Oké. Ja, weet je, het is ook. Weet je, ik weet niet hoe jou is, maar in SimCity denk ik al die simmetjes, weet je, boeien, sterf maar. No, I don't care. Ik heb wel passie voor mijn Sims, dat wel. Dan moet je dit niet spelen, want echt de passie hier is. Je krijgt nou ook mee hoeveel kinderen er zijn. Oh. Ja, maar ook hoeveel mensen zijn er ziek, hoeveel mensen zijn echt dodelijk ziek. Wat je ook dan kan kiezen, is ik zeg, oké, weet je, als je heel ziek bent, dan gaan we dingen amputeren. Of gaan we deze mensen laten creperen, maar dan liggen ze natuurlijk ook weer langer in het ziekenhuis. Oh ja, dat kost dan weer en dat gaat weer ten koste van je hoop waarschijnlijk. Omdat als je op straat alleen maar zieke mensen ziet, dan heb je ook niet zoveel hoop. Eens, en dan moet je natuurlijk ook weer een apart huisje bouwen inderdaad met die mensen die een been missen, want ze kunnen niet meer werken. Dus dan moeten ze daar zitten. Donker. Kost ook weer eten. Ja, heel erg. Heel, ja, dat is wel grimmig, ja. Ik snap hem wel. Dus echt wel dat je inderdaad, ik zeg, ja, weet je, ik moet deze keuze maken voor eigenlijk iedereen is beter als jij gewoon doodgaat. Maar aan de andere kant, weet je, dan zie je een plaatje erbij, inderdaad een man met zonder arm. En ik denk, ja, maar je hebt ook kinderen. En daar heb ik al voor gekozen dat ze ook moeten werken. Oh. Dat is toch wel, lijkt me wel lastig. Ik zou zeggen, zonder arm ben je minder fijn op deze zware post-apocalyptische arbeidsmarkt. Maar dat is dan weer, I don't know, dat moeten we even de post-apocalyptische politiek op loslaten, denk ik. Eens. Maar, oké, hoe duur is het? Waar spelen we het op? Oké, we spelen PC en schrik niet, hou je vast €30. €30 is flink. Is het dat waard voor dat unieke, grimmige citybuilding? Ik vond hem heerlijk. En wat ook nog is, nu staan ook nog twee andere scenario's open. Mm-hmm. Als je dag 20 hebt bereikt, en trust me. Dat is lastig. Dat is moeilijk. Okay. Als je dag 20 hebt bereikt, kan je ervoor kiezen om de volgende keer met een ander scenario te openen. Dus waarschijnlijk met minder mensen heb je er eentje. En die andere wil ik nog niet helemaal vertellen, want die is iets duisterer nog. En wil ik niet te veel spoilen. Okay. Maar de eerste na 20 dagen is inderdaad met veel minder mensen. Oké. Dus dan maak je het jezelf nog lastiger. Laat je het nog lastiger inderdaad. Ja, dit klinkt als iets, dit moet je wel echt liggen qua uitdaging, neem ik aan. Als je echt een zware strategie uitdaging wil, dan is dit je €30 waard. Ik denk als je iets feel good zoekt, nou ja, dan je ziet het ook al in de beelden. Het is niet, als je die kleuren ziet en die vrouwelijkheid en dat steampunk isje, dan zou ik niet denken van, oh, leuk! Nee, deze studio staat absoluut ook niet onbekend. Het is door 11-bit Studios gemaakt en die is ook bekend van This War of Mine. Oké, dan heb je het wel over inderdaad de deprimerende. Ja, deze Poolse studio die kiest er eigenlijk elke keer voor om net een andere hoek te laten zien. This War of Mine speel je niet in de oorlog, maar de mensen die moeten overleven. En hier ook weer, weet je, je voelt de zwaarte eigenlijk van de situatie. En dat weet 11-bit zo goed neer te zetten. Oh. Doen ze hier ook. Dus ja, €30 is absoluut wel een prijs voor een indie game. Het is best wel een prijskaartje. Maar aan de andere kant denk ik, indie game is ook maar een labeltje. Dat defineert niet de game. Nee. Want deze is echt wel heel erg lekker. Ja. Mooi. Ik ben benieuwd of mensen zoiets hebben van als ik dit zo zie en als ik Soraya zo hoor, zou ik dit ook willen spelen? Laat het ons vooral weten. En natuurlijk, we zijn er elke week weer met een nieuwe Indie Spotlight. Zet een andere Indie in de Spotlight. Laat het ons weten en hopelijk was het een leuke video voor je. Geniet ervan. Klik door voor meer. Ik weet niet waar we naartoe door kunnen klikken. Maar Overal klikken. Random. Hier, dus abonneren of zo. Liken. Like, comments. Subscribe. First.